Ik ben Mingfang. Ik ga vandaag haaivinnensoep maken. Maar niet schrikken, dit is niet van echt haaivinnen. Wij Chinezen hebben altijd oplossing voor alles. Ik laat je zien wat ik nodig heb voor mijn haaivinnensoep. Wat ik nodig heb is een kippenbout. Een beetje ui. Verder heb ik een ei nodig. Prei, gember en nog wat sterrenanijs nodig. Verder heb ik een ham nodig. En een pan water om bouillon te maken. Als jullie te lastig vindt eigenlijk om kippenbouillon zelf te maken thuis. Dat duurt heel lang. Dus dan kun je eigenlijk een bouillonblokje gebruiken. Dat is ook prima. Je moet dan echt de heldere bouillon hebben. Ik ga even de kippenboot schoonmaken en dan stop ik gewoon in het water. Al die vieren die op de poot nog zitten, moeten gewoon weghalen. Dus de vieren gaan we niet opeten. Ik ga nog een paar sneetjes in kippoten doen, zodat de smaken makkelijker uitkomen. Water is nog niet aan het koken. Nu heb ik kippenboot erin gedaan, dus laat koken. En water is koud. Om gelijk lekker de smaak in de bouillon te krijgen, doe ik gelijk wat prei erbij. Het onderstuk van de prei is wat makkelijker, dan gaat die niet los. Dus hoeven we dadelijk alleen maar dit uit te halen in zo'n stukje van sterrenanijs. Gember, die ga ik gewoon plat meppen. Zo is al goed. Zo is het makkelijker uit te halen zometeen. En nog uien. Dit laten we ongeveer minimaal 1 uur heb je nodig om te sudderen. Vuur staat niet zo hoog, dus die moeten rustig laten sudderen. Eigenlijk niet laten koken. Doe ik nu de deksel op. En dan blijft de smaak lekker in de bouillon zitten. De bouillon is al uurtjes aan te sudderen, dus gaan we nu soep maken. Bouillon heeft nog geen smaak, dus we brengen nu de bouillon met smaak. De hoeveelheid zout en peper die je erin gooit, moet je eigenlijk op gevoel af. Dus je moet steeds gewoon als je erin gooit even gaan proeven. Nu doe ik de peper in. Een beetje vetje. Een beetje suiker. Even proeven. Volgens mij is het een beetje te zout gemaakt al. Doen we nog een beetje bouillon bij. Ja, nu is het goed. Als je een haaivinnensoep koopt bij een Chinese restaurant, heb je altijd een beetje ham op. En dat doen we ook erbij natuurlijk. Ik heb niet echt heel veel nodig, want ham is best wel zoutig. Dus. En een ei. Van ei heb ik alleen de eiwit nodig. Om soep dik te maken heb ik aardappelzetmeel nodig. Aardappelzetmeel mengen met koud water. Je moet, als je die hebt gemengd, direct gebruiken. Want als je even laat staan, dan zinkt de aardappelzetmeel weer naar beneden. Water kookt. Je doet roerend. Niet alles in één keer erin doen. Even laten kijken hoe dik de soep is. Nog iets dikker. Kun je zien dat het nu echt goed dik is. En nu ga ik de eiwit toevoegen. Eiwit eerst proberen los te kloppen. En nu voeg ik rustig de eiwit toe. Moet wel snel draaien. Kijk, dit is hem, hè. Haaivinnensoep zonder haaivinnen. Eet smakelijk. Als je mijn video's leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Dankjewel, dag!
Tot de volgende keer dan. Bedankt voor het kijken. Wat een liefde van mijn YouTube kanaal. Ja, daarom ben ik aan het